Hey ho! Ja, ik was dus net naar mijn schaduwdeel aan het kijken van de aarde en de maan. En mezelf aan het afvragen, hoe komt het eigenlijk dat die maan niet op de aarde knalt? Want kijk, ik weet namelijk dat de universele zwaartekracht bestaat. En die zegt dat elke massa in het universum, elke andere massa in het universum aantrekt. Dat alle massa's in het heelal een aantrekkingskracht naar elkaar hebben, namelijk de zwaartekracht. Nou, en de kenners weten dat het ook geldt voor dingen die niet alleen massa hebben of geen massa hebben, maar energie hebben. Want het zegt de relativiteitstheorie, de algemene relativiteitstheorie van Einstein, dat die ook een aantrekking hebben. Dus mijn vraag hier is eigenlijk een hele goede. Hoe komt het dat dit niet op elkaar klapt? Nou, in dit specifieke geval van mijn schaalmodel is het natuurlijk volkomen duidelijk. Er zit hier een staafje onder, en er zit hier een staafje onder. En die houden dingen mooi op een plek, ondanks dat ze een aantrekking hebben. Maar hoe zit het met de echte aarde en de echte maan, die helemaal niet op staafjes vast zit, maar gewoon vrij zweven door die ruimte heen, waarom vallen die niet op elkaar? Nou, het is typisch een vraag wat een klein kind aan zijn ouders stelt. Papa, mama, ik zie de maan daar en die valt niet naar beneden. Hoe komt dat? Want alles valt toch naar beneden? Nou, dat is verdraaid voor je vraag. En helaas zullen veel ouders het volgende antwoord geven wat niet correct is. Veel ouders zeggen nou dit. Nou, dat komt omdat hier rond die aarde heb je zwaartekracht, maar de zwaartekracht houdt op. Typisch zelfs dan buiten de dampkring. Oftewel, er is hier ergens een punt waar de zwaartekracht ophoudt. Dus ja, die maan die voelt helemaal geen zwaartekracht van die aarde. Nou, dat is natuurlijk fout. Ik kan op twee manieren zien dat dat niet klopt. Want ten eerste, die aarde die draait zelf weer een rondje rond de zon. Maar mooi wel dat die maan er dus mee blijft gaan. Dus die voelen toch echt nog steeds een aantrekking naar elkaar toe. En het tweede manier hoe je het kan zien is gewoon puur door naar de formule te kijken voor de algemene zwaartekrachtswet, universele zwaartekrachtswet. Dat is deze formule. F, de kracht waarmee twee massa's op elkaar aantrekken, wordt gegeven door massa van één object keer de massa van het andere object, gedeeld door hun afstand in het kwadraat. En dat in zijn geheel keer de constante, die we kennen als de constante van Newton. Nou, aan die formule kun je al zien dat zwaartekracht niet zomaar ergens ophoudt. Er staat namelijk een breuk. En wil jij dat er 0 newton uitkomt, ja, je krijgt pas uit een breuk 0 op het moment dat of de teller 0 is, maar ja, je hebt die massa's en de aarde en de maan hebben toch echt altijd massa, daar staat dus geen 0, of als de noemer van de breuk heel erg groot wordt. Als je deelt van een groot getal, komt er een klein antwoord uit. Maar 0 komt er nooit uit. Er is niks dat je kan invullen voor de afstand tussen de aarde en de maan, zodanig dat er 0 newton uitkomt. Wel hele kleine aantallen newtons. Ga lekker ver weg zitten, dan deel je door een groter getal, is de afstand kleiner. En dan krijg je dus nagenoeg 0 newton, maar niet precies 0. Wiskundigen zeggen, hij gaat er naar 0, maar asymptotisch naar 0. Pas in oneindig ga je 0 newton voelen. Nou, dit is niet oneindig. Dus het verhaal dat hier de zwaartekracht ophoudt is fout. Hier houdt het niet op, daar ook niet, daar ook niet, daar ook niet en helemaal daar ook nog steeds niet. Nou, wat is het dan wel? Wat maakt dat dit niet op elkaar botst? Het antwoord is eigenlijk verrassend genoeg de eerste wet van Newton. De eerste wet van Newton zegt nou dat dingen in een rechte lijn willen blijven bewegen. En als dingen in een rechte lijn willen blijven bewegen en ondertussen trekt iets anders het weer een beetje aan, dan gaat het door het midden heen. Dan klapt het er niet vlak op. Dat ga ik even tekenen. Ik heb hier mijn aarde. Daaromheen trekt mijn maatje trekt zijn baantjes. Ik haal de formule haal ik hier even weg. Ik heb ruimte nodig. Hier zo. Dan voelen die twee onderling een aantrekkingskracht volgens die formule die ik net heb weggelegd. Deze. Hoppakee. Dat is de afstand R. Nou, eigenlijk is de afstand R vanaf het midden toe. Maar dat is even niet mijn belangrijkste zorg voor dit moment. Als die maan niet zou draaien, dus niet alle beweging zou hebben, ja, dan zouden ze elkaar gewoon aantrekken en zouden ze op elkaar klappen. Maar dat ding heeft wel degelijk een snelheid. Hij wil namelijk deze kant op. Als hij al een snelheid heeft, dan zegt de eerste wet van Newton dat hij netjes die kant op moet blijven gaan. Dat is wat de eerste wet van Newton zegt. Dingen willen in de rechte lijn met constante snelheid blijven bewegen. Dus die rode pijl is waar de maan dus naartoe wil. Ondertussen wordt die vierde zwarte pijl naar binnen toe getrokken. En wat doet die maan dan? Ja, hij heeft niet zoveel keus. Als hij die kant op wil en hij gaat die kant op getrokken, dan gaat hij dus door het midden heen. Dat betekent in het blauw hier in een stippellijn. Stippel gaat dus door het midden, stippel. Nou, precies hoe door het midden hangt er vanaf hoe deze rode en die zwarte pijl een verband met elkaar hebben. Als die rode pijl veel langer is, oftewel die maan had veel sneller gedraaid, ja, dan trekt de zwaartekracht niet hard genoeg naar binnen toe om hem lekker bij zich te houden. Dan wordt hij wel afgebogen naar binnen toe, maar dan spiraliseert hij langzaam maar zeker naar buiten.
als daarentegen de zwaartekracht harder trekt dan dat eerst het verduurt om recht naar voren wil hebben, ja, dan spiraliseert hij langzaam zeker naar binnen toe. Er is dus een snelheid, een verhouding tussen deze pijl en deze pijl die ervoor zorgt dat hij precies in cirkelbaan blijft en dan komen we zo meteen terug. Nou, voor nu is het even alleen belangrijk om te snappen dat hij dus door het midden heen gaat. Dat komt, hij wil de zwaartekracht weer aan daar hebben, eerst als verduurt hem weer aan daar hebben, hij gaat door het midden heen. Dus waar is hij over een paar seconden? Is hij hier aangekomen? Een seconde later zit het plaatje zit daar. Maar dan kun je op dit moment kun je gewoon hetzelfde plaatje weer tekenen. Want nu dat plaatje daar is, wil de zwaartekracht, die wil hem naar binnen toe trekken, dat is weer deze pijl. Eerst het van Newton, die wil hem recht naar voren laten gaan met de constante snelheid, dat is nu deze kant op, de rode pijl. Hoppakee. En dan krijg je net als toen we net hier waren, krijg je dat hij dus netto ja, door het midden heen gaat. Dat doe ik met blauw. Netto, stippel, stippel, stippel. Hij gaat dan dus die kant op. Nou, dan is het dus weer een seconde later. En dan zou je dus bijvoorbeeld hier zitten. De maan. Dan kunnen we weer hetzelfde plaatje tekenen. De zwaartekracht wil hem naar binnen hebben. R. Eerst wat voor Newton wil hem in de rechte lijn vooruit laten bewegen. Dat ze dus weer deze kant op zijn. Hoppakee. Dus wat doet hij netto? Die maan, hij gaat door het midden heen, net blauw. Hij gaat nu deze kant op. Nou, dat plaatje kun je natuurlijk voortzetten. Hè. Zou nu hier zitten. Dat plaatje kun je voortzetten en voortzetten. Op elk tijdstip teken je even plaatjes, al die pijlen bij elkaar. En dan krijg je dus in totaal één grote blauwe stippellijn. Zo. En dan krijg je een cirkelbaan rond de aarde heen. Dus het feit dat de maan niet op de aarde valt, komt dus gewoon omdat hij tegelijkertijd recht naar voren wil blijven bewegen vanwege de eerste wet van Newton. Mijn rode pijlen die daar staan. Nou, het is dus heel belangrijk de eerste wet van Newton. Als ik om een of andere reden hier zou zeggen, weet je wat, ik hou de maan tegen. Ja, vraag me niet hoe, maar ik hou hem tegen. Dat hij geen snelheid meer heeft, dan is deze rode pijl weg. Wordt hij alleen nog maar naar binnen toe aangetrokken. Geen blauwe stip meer naar toe gaat, dan klapt hij gewoon recht naar binnen toe. Dus eigenlijk is de maan is dus constant bezig met aangetrokken worden en tegelijkertijd recht naar voren te willen gaan. En dat samenspel maakt dat het een cirkelbaan wordt, of als je het netjes doet, een ellips. Nou, zo kun je begrijpen wat daar gebeurt. In boeken wordt het vaak iets anders uitgelegd. Nou, daarvoor ga ik even terug naar mijn plaatje en haal ik al die dingen haal ik hier weg, behalve mijn beginsituatie. Ik heb weer mijn aarde in het midden en mijn maan die daar zo zit. Hier. En dan ga ik nu het verhaaltje vertellen hoe het in de boeken staat. Veel lesboeken zeggen het volgende. Ja, hij wordt wel aangetrokken naar binnen toe met de universele zwaartekrachtswet. Die formule die daar straks stond. De FUZ, universele zwaartekracht. Maar tegelijkertijd is er ook een kracht die hem naar buiten aan het trekken is. Deze. En die heet dan in boeken, hangt een beetje van hoe oud het boek is. Soms heet hij een middelpunt zoekende kracht, FPZ. In andere boeken heet hij wel eens de centrifugalenkracht. Maar mijn tijd, hoe het genoemd wordt, boeken zeggen soms dat er dit gebeurt. Dat er een kracht is die hem tegelijkertijd naar buiten trekt. Ja, dan is het volkomen duidelijk hoe hij naar binnen toe klapt. Als hij net zo hard naar buiten wordt getrokken als naar binnen toe, ja, dan heeft hij maar dus geen enkele reden om die of die kant op te schuiven. Hij blijft dus op deze lijn netjes op de juiste afstand zitten. Ja, dan hou je ook een cirkelbaan over, hè, als je op dezelfde afstand blijft. Maar dan moet je wel verklaren wat de kracht dan is, die middelpunt zoekende kracht. Nou, wat het niet is, is de zwaartekracht van de andere planeten. Wat die maan ondertussen door Jupiter en Saturnus en Mars en zo een stukje naar buiten wordt getrokken. Dat is niet wat dat ding is. Wat is het dan wel? Nou, eigenlijk is het weer gewoon die eerste wet van Newton. Alleen even in een formule omgezet. Dat plaatje waar ik net tekende, dat ik zei dat die recht naar voren wil blijven gaan. Een rechte lijn tekenen, hier zo, dat hij recht naar voren wil blijven gaan, een rode pijl, en dat hij dan dus door het midden heen stippelt, dat is wat ik net ook deed, is gewoon hetzelfde plaatje als net, dat hij dan dus hier terecht komt, waar ik hem naam teken, hier zo, dat kun je in een formule omzetten, dat inzicht. Dan moet je even goed kijken wat hier nou staat. Dit is waar hij terecht komt, die rode pijl is waar hij naartoe had gewild. Dat daar naartoe willen, dat voel je. Dat is een kracht die jij voelt. Je voelt dat jij naar achter wordt geduwd of naar de zijkant wordt geduwd. En hoe groot je dat voelt, ja, dat is natuurlijk deze afstand.
dit is waar je bent, dit is waar je had willen zijn, volgens de eerste wet van Newton. Dus dit afstandje zegt iets over hoe hard jij het gevoel hebt dat jij naar buiten getrokken wordt. Nou, iedereen kent die ervaring. Als je in een auto zit en de auto gaat even flink de bocht om, dan voel jij dat je tegen, oh, andere kant, als hij zo gaat, dan voel jij dat je tegen de muur, nou, de deur van de auto aangeduwd wordt. Of als je in een heel snel draaiende draaimolen zit, dan voel je ook dat je in je stoel gedrukt wordt. Dat is allemaal dit effect. Het is niks anders dan dat jouw lichaam in een rechte lijn moet blijven bewegen, zodat hetgene waar je op zit of in zit, of langs draait, jou ergens anders naartoe aan het doen bent. En in alle gevallen krijg je een verschil tussen waar je bent en waar je van de eerste had moeten zijn. En dat voel je. Nou, natuurkundigen hebben voor dat soort gekke effecten een speciale naam bedacht, namelijk schijnkracht. Een fictitious force in het Engels. En het woordje schijn suggereert al een beetje waar het hier over hebt. Er wordt niet echt aan je getrokken. Er is hier niks wat jou die kant op trekt. Het is wel een kracht, want je voelt wel wat. Maar er is niks wat echt aan je trekt. Dat is het woordje schijn. Het enige wat je ervaart is gewoon het feit dat jij eigenlijk recht naar voren had willen blijven gaan. En dat voel jij dus alsof er aan je getrokken wordt. Nou, is dat nu even de vraag. Hoe kom je aan die figuren voor die kracht, die schijnkracht, die eigenlijk, dat ding wat dus eigenlijk niet echt aan je trekt? Hoe kom je aan die figuren? Nou, dat is gewoon even goed je wiskunde op orde hebben, want als je hier naar kijkt, dan zie je dat mijn blauwe stippellijn en deze rode lijn waar je had willen zijn, en dat zwarte lijntje hier, hoe groot die kracht dan is, dat die een driehoek met elkaar vormen. En als je een driehoekje ziet, dan kun jij dus, hoe hard jij langs deze richting beweegt, dat is dus de snelheid, hè? Hoe ver jij komt langs de blauwe stippenlijn hier, zegt iets over de snelheid. En hoe hard je recht naar voren had willen gaan, dat kunnen aan elkaar knopen. Gewoon even je driehoekje goed tekenen. En als je dat doet, dan vind je dat die middelpuntzoekende kracht, die schijnkracht waarmee jij naar buiten gestuurd voelt worden, gegeven is door mv kwadraat gedeeld door r. Nou, al die stapjes kun je begrijpen. De v kwadraat is precies wat ik net zeg. Die V-kwadraat zegt iets over hoe ver jij langs die blauwe lijn komt in 1 seconde. Ja, als jij een hogere snelheid in deze richting hebt, dan kom je na 1 seconde niet hier, maar dan zou je bijvoorbeeld hier terecht gekomen zijn. En dan zou jij niet dit afstandje hebben gevoeld tot waar je had willen zijn volgens de eerste wet van Newton. Maar, dan zie je al dat jij een veel grotere schijnkracht naar buiten voelt. Dus je ziet dat hoeveel meter je aflegt in die ene seconde, of je hier terecht komt of daar, bepaalt hoeveel schijnkracht jij naar buiten voelt. En als je goed kijkt, zie je daar een steen van Pythagoras in zitten. Dat is waarop waar een V-kwadraat staat. En hoe ver je komt, zeg je zo een V, een steen van Pythagoras maakt er een V-kwadraat van. En als je het netjes uitpuzzelt, komt daar deze formule uit. Nou, dat ga ik verder met uitwerken hier. Maar ik ga er wel mee rekenen. Want met dit plaatje kan ik nog een keertje kijken naar maan, aarde, systeem, dit verhaal hier, en dan kan ik nu het preciezer maken, kan ik het echt in getalletjes uitdrukken. Voor nu is de boodschap dus alleen, er is een formule die jou vertelt met hoeveel jij weggeduwd, getrokken lijkt te worden, omdat je eigenlijk rechtdoor had willen gaan. Schijnkracht. Oké, gaan we naar het plaatje toe. En vanwege de ruimte die ik nodig heb, ga ik mijn maatje even een stukje verder optekenen. Hier heb ik mijn maan. En heb hier weer de kracht waarmee de wielen wordt getrokken. De universele zwaartekrachtswet zegt dat, de FUZ. En dan ga ik dus uit van dit verhaal, dat het net is alsof er een kracht jou naar buiten trekt. Deze kracht die daar staat, die staat dus die kant op, dat is de FNPZ. En wil jij in een perfecte cirkelbaan blijven, oftewel jij wil niet schuiven langs deze lijn, hè, want dan wordt jouw straal kleiner, heb je geen perfecte cirkelbaan, dan moet die kracht dus precies even groot zijn als die kracht. Dan houdt dat elkaar precies in balans, hou je een perfecte cirkelbaan over. Laten we dat even opschrijven. Wil je een perfecte cirkelbaan blijven, dan moet die kracht naar buiten, deze moet precies even groot zijn als de kracht naar binnen, de universele zwaartekrachtswet, in de formule opgeschreven. De FNPZ moet precies gelijk zijn aan de universele zwaartekrachtswet. Dit is als je een perfecte cirkel wil. Nou, voor beide weet ik een formule. Ik weet dat
de centrifugaalkracht, of de middelpuntzoekende kracht, ik veeg hem net uit, ik schrijf hem weer bij, F kwadraat gedeeld door R is. En de universele zwaartekrachtwet wist ik ook, hè? Dat was M keer M gedeeld door R kwadraat, met een G ervoor, hoofd met een G. En dan kan ik nu balansmethode gaan doen, om te kijken of ik hier een eindformule uit kan halen. Het hangt een beetje van welk sommetje doet, welke eindformule je leuk vindt, maar laat ik de volgende vraag stellen. Met welke snelheid V moet jij door je cirkelbaan heen gaan om te zorgen dat jij die perfecte cirkelbaan houdt? Dat was eigenlijk wat ik net in het plaatje al tekenen was. Dat als je iets te hard gaat, dan cirkel je naar buiten toe, spiraliseer je naar buiten. Als je iets te langzaam gaat, dan cirkel je naar binnen toe, spiraliseer je naar binnen toe. Wat is die V dat je precies goed in de cirkelbaan blijft? Oftewel, wat is de V waarvoor dit precies geldt? Dus gewoon een balansmethode doen. We gaan uitzoeken. V is puntje, puntje, puntje. Nou, hier staat die V al. Om het alleen nog er even uit te slopen. Nou, het eerste wat ik zie, is dat er aan beide kanten een M staat. Die kunnen ze wegstreken. En dat betekent wat? Natuurkundig betekent dat dat de massa van de maan niet uitmaakt voor die perfecte cirkelbaan. Het maakt niet uit of jij de maan twee keer zo licht hebt of 300 keer zo zwaar. In alle gevallen blijf je op dezelfde plek draaien. Dat is goed nieuws trouwens voor iedereen die een satelliet wil bouwen. Als jij een satelliet in een baan rond de aarde wil doen, een communicatiesatelliet of zo, dat je niet eerst op een goudschaaltje moet gaan wegen hoeveel gram die satelliet is om de goede baan te vinden. Het maakt niet uit hoe zwaar die is, want die valt toch uit het formule. Nou, dat is één ding wat ik zie. Het tweede wat ik zie is dat hier een R kwadraat staat en hier staat 1 R, die vallen dus ook tegen elkaar weg. En dan kun je uiteindelijk dit vinden. V is, staat kwadraat, wortel nemen aan beide kanten. G, M, gedeeld door R, worteltje eroverheen. Dat is de formule. Nou, dan weten de wiskundige puristen van ja, maar wacht eens eventjes. Als jij een wortel even de boel een beetje weghalen hier, want het ruikt het van. Dit helpt wel niet. Ja, dat is net. De wiskundig ingestelde mensen weten van ja, je hebt hier een wortel genomen, dat betekent dat hier plus en min moet staan. Nou prima, zetten we dat erbij. Dat is waar, hè? De wortel van 4 is niet alleen 2, het is ook min 2. Plus en min mag je alle twee opschrijven. Dat betekent ook wat. Dat betekent dat het niet uitmaakt of de maan die kant op draait, plusrichting, of die kant op draait, middenrichting. In beide gevallen krijg je perfecte cirkelbaan. Dat klopt natuurlijk. Het maakt niet uit of je linksom of rechtsom draait. In alle gevallen blijf je netjes draaien. Het is leuk dat de wiskunde dat ook zegt, 4 plus min hier. Nou, hier staat het. Met deze snelheid moet jij draaien, wil jij in een perfecte cirkelbaan blijven. En dan kun je meteen wat getallen gaan invullen. Kijken wat eruit komt. Nou, we praten al die tijd over een aardemaatsysteem, dus laten we ook maar gewoon die getallen gaan invullen. Deze M was de massa van de aarde. Die is 6,0 x 10 tot de 24ste kilogram. En G is de universele zwaartekrachtconstante, constante van Newton, 6,7 x 10 tot de min 11e en eenheid Newton meter kwadraat gedeeld door kilogram kwadraat. En tenslotte de R, de afstand waarop de maan zijn baantje draait, en die moet je maar weten, is 380.000 kilometer. Of als je het in mooie notatie op wil schrijven, 3,8. Maar 10 tot de 8e meter. En dat kun je gewoon invullen. En als je dat doet, dan vind je dat er ongeveer uitkomt 1024, als ik me niet vergis, meter per seconde. Of met significantie uitgedrukt, is gelijk aan ongeveer 1 km per uur, per seconde. Dus op deze manier hebben jullie berekend dat de snelheid waarmee de maan rond de aarde draait, ongeveer 1 km per seconde is. Nou, dat is behoorlijk snel. Zo kun je het doen, zo'n sommetje. Ook een ander sommetje. Stel je nou eens voor dat jij zou willen weten wat de massa is van het ding waar je omheen draait. Bijvoorbeeld, neem de aarde die rond de zon aan het draaien is. En je wil de massa van de zon weten. Nou, het is moeilijk om het ding op een weegschaal te leggen. Hoe kom je nou aan die massa? Nou, dan kun je hetzelfde idee gebruiken. Dan kun je deze formule pakken. Deze. Dus deze keer is nu R de massa van de zon geworden. R is de straal van de aardbaan. En
stel je voor dat ik dus dit getal wil weten, dan moet ik de snelheid weten waarmee de aarde rond de zon draait. Als ik dat dan weet, kan ik terugrekenen wat de blijkbare massa van de zon geweest moet zijn. Hoe kom ik in godsnaam aan de snelheid van de aarde rond de zon? Nou, dat is niet zo moeilijk. We gingen ervan uit dat het een perfecte cirkelbaan was. Dat betekent dat de omtrek van die baan is gewoon 2πr, deze r. Dus laten we meteen invullen. De snelheid is dus 2πr, zoveel meter leg je af. Hoeveel tijd doe je erover? 1 jaar. In secondes gaan we dat hoofdletter t noemen, de periodetijd. V is dus 2πr gedeeld door hoofdletter t, is gelijk aan plus min gm gedeeld door r in het kwadraat. En daar een wortel van. En dan kun je weer even balansmethode doen om te kijken wat eruit komt. En als je dat dan netjes doet, dan vind je dat t kwadraat, de omlooptijd van de aarde rond de zon in het kwadraat, gelijk is aan 4 pi kwadraat keer r tot de derde gedeeld door gm. Vind je deze formule? Dat is een hele aardige, want dit ding heet de derde wet van Kepler. En die was ontdekt voordat wij de universele zwaartekrachtwet van Newton wisten, of überhaupt wisten hoe mechanica werkte, scheidkrachten en zo. Kepler, Johannes Kepler, een astronoom uit Duitsland, die had deze formule ontdekt gewoon puur door naar de meetdata te kijken van de planeten rond de zon. Hij had informatie gekregen, gewoon waarnemingen van de planeten rond de zon, van zijn voorganger Tycho Brahe, een Deense astronoom. Zag toen, er zit een wiskundig verband tussen de omloopstijd van de planeet T en de afstand van de planeet rond de zon, R. Dat verband is dit, maar Kepler had geen idee waarom het waar was. Nou, het is belangrijk genoeg om het een wet te noemen, de derde wet van Kepler. En toen was het Newton die dit kon bewijzen, wat wij dus hier ook hebben gedaan. En eigenlijk deed Newton het nog net even slimmer. Kijk, wij hebben nu bewezen, omdat wij weten wat de universele zwaartekrachtwet is. Gegeven dat wij die wet weten, deze aantrekkingskracht, kunnen wij dit sommetje wel doen. Maar in tijd van Newton wist men dat nog niet. Dus Newton, heel slimme man, die zag deze formule en die vroeg zich toen af, hoe moet de universele zwaartekrachtwet eruit hebben gezien om te zorgen dat die derde wet van Kepler ook echt klopt? Dus hij heeft teruggepuzzeld en toen vond hij die formule. Daarom weten wij dat die universele zwaartekrachtwet er is en daarom hebben we hem naar Newton genoemd. Oké. Nou, dit kun je natuurlijk ook even met een leuk getallenvoorbeeldje uitwerken. Bijvoorbeeld, je zou kunnen invullen van dat jij weet dat de omlooptijd van de zon, van de maan, aarde rond de zon, is even gooien, dat de omlooptijd van de aarde rond de zon, die weet je, dat is 1 jaar. In 1 jaar kun je secondes hierin invullen. Je weet ook de straal van de baan van de aarde rond de zon, 150 miljoen kilometer. Invullen. En als je dat doet, dan vind je de massa van de zon terug. En dan komt uit 2,0 van 10 tot de 30ste kilogram. Dat is de massa van de zon, hoofdletter m. Nou, dat is natuurlijk fantastisch dat jij dus de massa van de zon kan berekenen zonder dat je hoeft te wegen, je hoeft er geen hapje uit te nemen, je hoeft er niet naartoe, je hoeft alleen maar te kijken, alleen maar te tellen hoeveel seconden heb jij nodig met je aardbol om 1 keer rond te draaien en dan volgt het uit deze formule. Dus nou, hier zie je de kracht van natuurkunde. Hoeveel je kan berekenen van dingen waar je niet eens bij kan. Gewoon puur doordat jij weet hoe de natuur werkt. Oké. Ik ga afronden. Het belangrijkste ding wat ik hiermee wilde aantonen was ten eerste hoe je deze sommetjes doet. Maar het allerbelangrijkste is die middelpunt zoekende kracht. Die staat in de BINAS. Die staat in sommige boeken als de verklaring. En ik hoop dat ik in deze video heb laten zien waar die verklaring vandaan komt. Het is niet een mysterieuze kracht die jou van buiten probeert in jouw baan te trekken. Het is niks anders dan de eerste wet van Newton met een mooie stelling van Pythagoras toegepast. Dit is wat jij denkt te voelen, omdat de eerste wet van Newton je eigenlijk op een andere plek had willen hebben. Dat is toch mooi. Grote krul.